Pieter. Controle bij Heuver. En de ruimte bij Van der Zanden. 16! Goeie voorzet van der Zanden. Jansen. En de eerste kans voor Twente al in de tweede minuut van de wedstrijd. Dit is een overtreding van Sheila van der Bulk. Sherida Spitsen is de specialist van FC Twente als het gaat om vrije trappen. En dat bewijst maar eens te meer. Ook een goede redding van Barbara Lorsheid. En dat is een overtreding van Siri Worm. Goeie vrije trap van ADO en daar is de 1-0. De goal van Michelle Vrieling. En zo is het de eerste keer dat ADO voor de goal van Twente komt. Direct raak. Dat allemaal naar die vrije trap van Renate Jansen richting de kruising. Slecht verwerkt door Van Veenendaal. En Michelle Vrieling is het meest attent. Spitsen. Dekker. Anouk Dekker. Wat een goal. Van de aanvoerster van FC Twente. En vanuit het niets is daar de 1-1. Het is een prachtig schot. Van 25, 30 meter. En het past precies. Anouk Dekker met de 1-1 namens FC Twente. Maar er kan nog een kans ontstaan voor Twente als Maaike Heuver weg is namens de thuisploeg. Heuver. Jansen naar Pieter. Slecht uitgespeeld door Twente. Nog de mogelijkheid voor Van der Zanden. Van der Zanden. Spitsen. Jansen laat zich wat makkelijk van de bal zetten. Maar dat gebeurt wel onreglementair, vindt de arbitrage. Spitsen. Een strakke trap bij de tweede paal. De kans en de paal die redt. Anouk Dekker dicht bij haar tweede van de avond. Dekker. Zag waar de ruimte lag, maar krijgt de bal niet bij een ploeggenoot. En nu is Siri Worm weg uit de verdediging van Twente. Drie aanvallers tegen drie verdedigers als ze dat snel uitspelen. Nog altijd Jansen. Renate Jansen. Maar Vrieling krijgt de bal niet tussen de palen. In de naastoot. En Sari van Veenendaal. Nooi. Noyota laat zich nu de kaas van het brood eten door Heuver. En dan weer zo'n afstandspoging op de lat. Zo'n bal is lang onderweg. Toch breng je daar de keeper nog behoorlijk mee in de problemen met die schoten vanuit de tweede lijn. Jansen. Suzanne en Berestijn zijn voor de goal. Nog altijd Jansen. Probeert het zelf. En die gaat erin. Wat een schitterend doelpunt van Renate Jansen. En zij lijkt FC Twente dus de eerste nederlaag van het seizoen te bezorgen. Prachtig gedaan door de topscorster van de Benelink Orange. Pieter. Spitsen. Maar daar is het laatste fluitsignaal. Van scheidsrechter Boekholt. En daar is dus ook de eerste nederlaag voor het seizoen voor FC Twente. Dat de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag verliest met 2-1.